Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldier. En vandaag ben ik terug met de Sphinx Splinter nieuwe Kingdom Tour. En vandaag ben ik weer in de hoofdstad Kujira. En we gaan weer eens even rondlopen, want ook dit keer zijn er weer een aantal dingen veranderd. Het is op dit moment, als jullie dit zien, is het maandag. Ik neem dit al van tevoren op natuurlijk. Want voor als je het nog niet weet, het is binnen korte tijd dat ik ook een anderhalve week of zo op vakantie ga. En ik probeer heel hard te werken nu om te zorgen dat jullie gewoon de video's hebben. Dus ook Kingdom zal gewoon doorgaan. Qua storyline opnames zijn we bijna klaar voor gewoon twee keer per week volhouden tijdens de vakantie ook. Dus dat is super tof. Dus als jij dat ook tof vindt, support dan even de Kingdom series door gewoon te liken, te delen, te reageren, etcetera. Dat helpt allemaal heel erg. Dit is een nieuw stukje. Deze weg is aangelegd om te zorgen dat je ja ook hier aan dit deel van de stad naar beneden kan. En zorgen dat er straks ook hier een paar huizen kunnen komen staan. Bijvoorbeeld hier zo aan de zijkant kan een huis komen te staan eventueel. Nou, deze weg die volg je in principe gewoon de muur op. En dan kan je gewoon over de muur verder lopen hier om deze punt heen. Deze heeft mooi uitzicht ook op het water. Dus dat is op zich wel mooi. Maar je kan ook al hier weer de weg op. He, de muur en de weg die overlappen hier ook weer een stukje. Dus dat is ook heel lekker makkelijk. Dan kan je hier weer de weg op. En hier heb je al wat chille natuurstukjes die erbij zijn gekomen. Om gewoon die kleine stukjes op te vullen. Dus gewoon lekker wat natuur. Je hebt daarboven nog een vette boom. Hier wat water naar beneden. Dus je ziet dat langzaam maar zeker veranderen we heel, heel Fenrir. Heel Kujira in een mooie grote stad. En dat gaat stapje bij beetje. En dit is hoe wij deze kant hebben geüpgrade. Dus deze was een hele saaie cobblestone wall. En daar hebben Wouter en Emiel samen een mooi logo op gezet. Dus dat is in ieder geval een stuk beter dan dat het was. En daardoor is ook eventjes dit veranderd. Hier zo heb je nu een mooi dingetje. En dan loop je hier zo de grot in. Ga je dan straks hier de grot in. Ja, dit moeten we nog even fixen. Maar ik heb nog wel een ideetje wat hier kan komen. Dus dat ga ik even binnenkort uitplannen. En dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Maar dat wordt wel heel tof. Het ziet er wel heel vet uit in ieder geval. Veel beter dan gewoon die saaie cobblestone randen. Daar moeten we ook nog iets verzinnen wat we er precies mee gaan doen. Maar dat komt vanzelf wel. En waarschijnlijk komt er dan op dit stukje hier nog. Komt waarschijnlijk ooit nog een huis. Als iemand nog een huis nodig heeft, wil in de hoofdstad die er nog geen heeft. Dan zou dat daar misschien kunnen. Ook op dit stuk hier wordt de stal nog uitgebreid. Omdat de stallen wat meer ruimte nodig hebben. Hier zal nog een huis tussen komen. Misschien wel twee. En hier staat nu ook een huis. Dit is het huis van Wouter. Die heeft de bouwinvite gewonnen. Voor de mensen die het maar blijven vragen. Dit is Wouter, die heeft de bouwinvite gewonnen. Hij heeft een super chill huis gemaakt hier zo op de, ja, in de hoek van de stad. Maar het is echt super chill geworden. En hij heeft ook meteen alle omgeving gedecoreerd bij zijn huis. Je kan het zien, overal bosjes. Hij heeft hier een mooi soort binnenplaatsje eigenlijk. Hè? Een soort chille boom heeft hij sowieso. En zijn huis zelf is nog niet ingericht helaas. Maar dat is een spoiler. Spoiler alert. En ja, je hebt hier gewoon bosjes. Je hebt hier een kleine farm zitten. Je hebt hier nog een klein parkje. Dat is super chill gedaan. Gewoon lekker aangekleed om deze kleine ruimte waar we toch niet echt meer een huis in kwijt zouden kunnen. Gewoon aanvullen. Ook daar heeft hij een mooie boom neergezet. Super chill. Dan hebben we hier natuurlijk de Japanse tuinen. Die heb ik vorige keer ook al eventjes laten zien. Maar ik ben nu al een beetje begonnen met de tuinen zelf. Waarschijnlijk ga ik die binnenkort ook met Stefan nog verder afmaken. We hebben hier alvast het woestijndeeltje gemaakt. Daar hebben we ook helemaal de dead bushes voor gehaald. En ik heb het riviertje en het meertje aangelegd. Je kan het zien. Het riviertje gaat hier zo dwars door de tuin heen eigenlijk. Wordt gewoon een beetje de afscheiding. Die stroomt hier helemaal doorheen. En dan hebben we nog redelijk wat ruimte hier en daar om het allemaal af te maken. Dan wordt dit waarschijnlijk het gastverblijf. Dus als er mensen op bezoek zijn, dan wordt dit het gastverblijf. Niet al te groot. Maar wel gewoon chill om in te verblijven. Dan hebben we aan de andere kant. En waarschijnlijk moet ik weer even eten. Ja. Oh, lekker eten, want anders kan ik niet meer rennen. Zo. Aan de andere kant hier zo hebben we dan een kleine opslag. Hier kan ik gewoon mijn spulletjes allemaal inzetten. Zorgen dat ik hier ook wat spullen paraat kan hebben. Dit wordt waarschijnlijk nog een ander gastverblijf. Zodat er nog wat mensen kunnen verblijven. Eventueel. Dus dat worden gewoon allemaal gastverblijven. Zodat er mensen die op bezoek komen gewoon ook een eigen plekje kunnen hebben in New Fenrir. En dan wordt dit mijn grote huis.
Ja, de trap gaat nog ergens anders. Natuurlijk heel de inrichting nog anders, maar dat wordt later aangewerkt. Maar in ieder geval wordt dit mijn huis, omdat in het paleis zelf mijn kamer en zo is super klein geworden, omdat het hoog in het gebouw zit. Dus dat is een beetje jammer, ook voor opnames is dat een beetje krap als ik dan daar echt altijd moet zitten. Dus vandaar dat dit toch eventjes mijn buitenhuis wordt dan. En dan de hele vette Japanse tuin die we gaan maken. Voor de rest hebben we nog meer hele toffe plannen voor de stad zelf. Er komen echt hele vette dingen, want Wouter had echt iets heel tofs gemaakt voor zijn invite. En dat komt hier uiteindelijk te staan. Dat wordt wel echt een heel groot bouwproject, maar het komt daar te staan. Dus mocht je afvragen, voor de mensen die altijd vragen van... Maar wat heeft hij dan gemaakt voor zijn invite? Nou, dat kan je dus binnenkort zien staan. Want dat komt hier dus gewoon echt in de stad. Dat gaat hij ook echt helemaal nabouwen hier in de stad. Dus dat wordt wel heel tof. En ja, voor de rest, de stad wordt gewoon steeds groter. Er wordt binnenkort ook een bouwproject boven op de top van de toren gestart. Dus ja, Vendrin gaat zeker groeien. De hoofdstad wordt gewoon helemaal mooi afgemaakt. En we gaan binnenkort ook beginnen aan een fort. Wat beter te verdedigen is. Want deze stad is niet echt... Ja, de muren zijn goed, maar qua locatie is het niet heel handig om deze stad te verdedigen. Of aan te vallen, dat ook niet, allebei niet eigenlijk. Dus vandaar dat we gewoon nog een paar forten gaan maken, dat als we ooit worden aangevallen... Hè, want je weet het maar nooit, het kan altijd gebeuren natuurlijk. Dat we dan gewoon een mooie fort hebben. En die we wat makkelijker kunnen verdedigen en die wat logischer is. Dit is niet echt een stad die je kan verdedigen of kan... Ja, aanvallen, je kan het wel doen natuurlijk. Je kan alles aanvallen, je kan alles verdedigen, maar het is niet echt een hele praktische stad. Dus vandaag gaan we gewoon wat forten maken, dat wat logischer is. Want volgens mij heeft elke kingdom zowat al een fort waar ze zich in kunnen verstoppen of waar ze in kunnen gaan zitten in tijd van oorlog. Dus dat is een beetje het idee wat wij ook uiteindelijk gaan doen. Dat wordt al ontworpen, niet op de kingdom, maar gewoon op andere server wordt het alvast ontworpen, zodat ze een beetje weten wat ze moeten gaan bouwen, maar dat wordt super, super tof. En ja, voor de rest, het groeit dus dag bij dag groeit ons kingdom verder. En daarom wil ik ook deze tour doen. En die zal ongeveer één keer in de week uitkomen. En dan kunnen jullie een beetje op de hoogte blijven van wat er nou allemaal aan de hand is. Maar dit is op dit moment Kingdom Fenrin. Of tenminste, Kujira dan, de hoofdstad van Fenrin. Voor de rest, ja, er is in de jungle aan het dorp is eigenlijk niks meer veranderd. Want dat is gewoon, ja, de storyline locatie die verandert niet. Die hebben jullie nu al een paar keer gezien in de video's. En die zal ook nog wel een paar keer langskomen natuurlijk. Want we hebben nog steeds dat rekke probleem niet opgelost met die kale mannen die daar wonen. Die monniken. Maar ja, dat is het een beetje. Oh, dit is ook wel een mooi shot hoor. Zo. En deze prachtige boom is natuurlijk ook echt super top. Dit tuintje vind ik ook nog steeds super chill hierboven. Lekkere chill plekje bij mijn paleis. Maar in ieder geval, dat is het weer een beetje voor de tour van vandaag. Dus er zijn een aantal nieuwe huizen bij. Grote plannen voor de stad om dat verder af te maken. Hopelijk de komende tijd. Maar dus ook de waarschuwing dat er binnenkort wel vakantie aan zit te komen. Ik ga nog kijken wanneer ik tussendoor kan streamen. Misschien heb ik alweer gestreamd tegen de tijd dat dit online komt. Ik hoop het eigenlijk wel. Misschien in het weekend nog hiervoor. En misschien nog in het... even kijken. Nee, komend weekend niet meer. Want ik ga dus deze week donderdag vertrek ik op vakantie. Dus zal deze week waarschijnlijk geen stream meer komen. Maar zodra we terug zijn wel weer. En we zijn zelfs bezig met plannen te maken voor een 24 uur stream. Dus dat wordt ook nog wel leuk. Anyway, vond je dit nou weer een leuke video? Vergeet dan niet eventjes dat duimpje omhoog te knallen. Abonneer dus op Edeldier voor meer. Deel deze video met al je vrienden. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe video hier op Edeldier. En dan zeg ik voor nu... Later. De vorige keer in Kingdom New Fenrir. Vandaag heb ik voor jullie speciale taak. Vandaag heb ik besloten dat het vijandelijke land dat hier getrokken is, de vijandelijke mensen uit het oosten, uit de stad.